Het is zaterdag 26 oktober 1991 en voor iedereen een gewone dag op deze zaterdagmarkt. Toch is het voor één persoon vandaag een bijzondere dag. Kees Lenus, de man van de zoetwaren, is vandaag voor het laatst. Hij houdt het na ruim 30 jaar voor gezien. De laatste loodjes dus vandaag. Als de wegen niet zo zwaar, hoor, want we gaan een goede tijd doen. En is het publiek nou ook veranderd in al die jaren? Is het verandert overal, maar gewoon echt niet die veranderen. Nee, hè? Gewone mensen veranderen. Echt niet, helemaal niet. Ook niet veranderd zijn een aantal collega's waarmee Kees Lenus jarenlang optrok. Zoals bijvoorbeeld collega Paul de Jong van Sally's Groente en Fruit. Wat vindt hij van Kees? Kees, dat is de man van het koek en pakket hier van de markt, jarenlang. Het spijt me dat de beste man weggaat, want hij was altijd een zeer sympathieke collega. En ik hoop dat hij nog veel van zijn vrije tijd mag genieten. Een andere collega die al jaren meedraait is De Vries van de gelijknamige viskraam. Hoe denkt hij over Kees Lenus? Ik vind een hele leuke jongen op die best, hè? Hoe lang zie je hier? Jouw vrienden hier? Hoe lang zie je hier? Oh ja. Dat is een lekker man, hè? En ja, die had een hele leuke jongen geweest. Ik vind het jammer dat er ook hoort. Niet iedereen was het bekend dus dat Lenus vandaag voor het laatst was. Hoe staat het eigenlijk met de bekendheid van Lenus bij het publiek? Wat een jammer, iedere week. Ja, hè? Maar, ja, jammer, dat is af. U kent Kees ook wel? Jawel. U kwam ook wel vaak bij hem? Ja, ik kwam wel even bij hem. En wel gezellig of zo? Ja. Ja, natuurlijk, het is jammer. Ruim 30 jaar stond hij in weer en wind op de markt. Waar had Lenus nu zelf de meeste hekel aan? Aan de vrieskou of de hitte in de zomer? Als het warm was niet, als het 30 graden was, dan was het te warm. Ja, en dat scheelt te veel dan. Hè? Ja, 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 hij voelt niet de hitte. Ik weer te warm. Gewone mensen veranderen. Nee, dat echt niet, hoor. Helemaal niet. Mensen kwamen ook al voor. Ja, gelukkig maar. Ja, ja, en had ook nog alles anders hadden we niet op kunnen houden, want zij hebben het gedaan. Ja. Met elkaar, hoor. Ja.